Majesteit. Ah, we kunnen aan tafel. Oeh, heerlijk. Oh, ik heb er echt zin in. Wat eten? We eten vooraf geitenbal, daarna struisvogelhersens en we eindigen met vetgemeste slakken. Oeh, slakken. Oeh, daar heb ik zin in, lieverd. Maar eerst ga ik even liggen. Liggen? Ja, wij Romeinen zitten niet tijdens het eten. Wij liggen. Nou, tas toe, lieverd. Sire, maar ja. Het moet eerst voorgeproefd worden door uw voorproever, hè? Ach, ja, natuurlijk. Om te kijken of er geen gif in zit. En waarom toch, hè? Ik ben zo'n goed vorst, zo aardig, zo wijs, zo mild. Uw onderdanen vinden u een tiran. U heeft ook wel erg veel tegenstanders laten doden. Ja, dan moeten ze maar geen tegenstander zijn, hè? Nou, voorproever, proef ervoor. Ja, sire. Mijn naam is Thor. Ik ben gekomen uit Germanië. Eerst slakken. Nee! Hij is dood, zie je? Vergiftigd. Wat zonde nou? Van de slaaf. Nee, van die slakken. Ik had zo'n zin in slakken. Nou ja, de geitenballen. Proef voor. Hallo, Siri. Ik ben slaaf uit Syrië. Ik serve... Hier, geitenbal. Lekker. Die is echt het lekkerste. Nee, wat zonde nou van die geitenbal. En van die slaaf. Oh, dat maakt niet uit. We hebben er genoeg. En de volgende. Hier, struisvogelhersentjes. Sire, ik ben een slaaf uit het verre Griekenland, genaamd Souvlaki. Nou. Open de mond, struisvogelhersens. Hop. Lekker. Nee. Drie slaven dood. Zeg, wat moet ik nou eten? We hebben alleen nog broodpap. Het eten van het personeel. Broodpap? Alsjeblieft. Ben ik daar keizer voor geworden om broodpap te eten? Nou ja, even proberen. Nee. Sire. Rijntje. Nee. Rijntje.